Bart, het nieuwe jaar. Ja, het moet gebeuren, hè, dit seizoen, zou ik durven zeggen. Wat moet gebeuren? Ik vind moeten niet zo'n groot woord. We zouden graag... ik denk ook dat de club er stilletjes aan klaar voor is om die stap wel te zetten. Maar zoals ik er net al liet horen, is het een heel zware reeks. Is het een reeks waar iedereen aan iedereen gewaagd is. Dus het zal niet makkelijk zijn. Die tegenstaande kan we wel alles eraan doen om zo hoog mogelijk te eindigen en mee te doen voor de prijzen. Ja. Het seizoen is nog lang, doch die eerste twee wedstrijden nu meteen die eraan komen, zijn wel voor mij alvast cruciaal om de stap te zetten van we doen mee of we moeten achtervolgen. Ja, maar dat hebben we op 2 januari, wanneer de groep terug bijeenkwam, duidelijk gesteld. Ik bedoel, de eerste vier wedstrijden die eraan komen zijn voor mij zeer cruciaal. We beginnen op Dinder en krijgen dan thuis een derby tegen Sint-Niklaas. Ja, en er moeten punten uithalen. Als je daar geen of te weinig punten uithaalt, dan weet je dat je moet gaan achtervolgen. En dan wordt het moeilijk, denk ik. Maar niet tegenstaande daar heb ik ook gezegd dat januari en februari de maanden zullen zijn waar het verschil wordt gemaakt. Dus we gaan ook niet treuren, moest het daar niet lopen zoals we gepland hebben. Maar inderdaad is Dinder en Sint-Niklaas wel zeer belangrijk, ja. Tot slot, dan ga ik je verlossen. Is het dan als trainer ook niet belangrijk dat er niet te veel transferbeslommeringen bij komen kijken? Want ja, natuurlijk, de spelers komen in de kijker lopen nu, hè? Ja, inderdaad. En vandaar, daarom zijn we ook al gestart met onderhandelingen. We weten dat er bepaalde clubs van hogeraf gegeerd rondlopen op Timsen om spelers weg te halen. We weten ook de namen waar ze achter zitten. Dus ja, wordt het voor ons even bang afwachten. Maar goed, ik denk dat ik wel mag stellen dat op dat gebied een vrij open en eerlijke politiek op Timsen wordt gevoerd tussen de technische staf en de spelers. Ik weet perfect waar aan en waar af. En ik denk dat we binnen dit en 3 weken perfect weten wie dat eventueel zou kunnen vertrekken en waar dat we zaken moeten gaan bijsturen om mensen te vervangen. Maar ik zeg het, dat is werk voor later. Ik ben blij dat de groep ook aangegeven heeft dat ze willen. Zelfs de mensen die in de belangstelling staan van clubs van hogeraf willen meewerken aan een mooi verhaal. En ja, we zien binnen een maand al waar we staan, dan maken we een tussenbalans. Maar op het einde van de rit, dat is begin mei, worden de prijzen uitgedeeld. En dan hopen we dat we erbij zijn.